De orthodoxe kerk van de Heilige Sava vierde 7 januari zijn ochtendkerstdienst in Sint-Hubert in plaats van Nijmegen. Dit omdat de kerk in Nijmegen zondag gesloten werd wegens een dreigende situatie. De politie had de dobbelman geruime tijd afgesloten. Om wat voor dreiging het ging is nog onduidelijk. Ja, eigenlijk de dreiging is uh, rond 5 uur in de middag uh, gisteren binnengekomen van, uh, van de politie. Want uh, wij maken altijd de melding dat een uh, grotere uh, hoeveelheid mensen de kerstavond bijwonen in onze kerk. En uh, ja, de politieagenten kwamen naar ons toe en uh, ze zeiden dat, uh, dat het niet veilig is en dat uh, dat, dat uh, afgelast moet worden. Wij hadden natuurlijk ook gevraagd wat, wat er precies aan de hand is, maar uh, de politie die, die gaf daar geen duidelijkheid over. Uh, wij zullen wel binnen enkele dagen wel zwart op wit krijgen van wat er precies aan de hand is geweest. In Sint-Hubert werd het orthodoxe kerstfeest in een kleiner gebouw gevierd. Het aantal bezoekers was lager dan men de dag van tevoren in de kerk verwachtte. De opkomst is duidelijk lager, want de mensen zijn toch wel gewend in, uh, naar Nijmegen toe te gaan. Uh, en nu zijn we uh, geschoven naar uh, Sint-Hubert. En dat is ook uh, ja, nieuw. Er is een uh, wijkagent hier uh, rond uh, uh, gereden met, met zijn auto en die gaf wel aan uh, uh, dat, dat eigenlijk uh, alles door mag gaan. En uh, mochten er, mocht er vragen zijn dat, uh, uh, dat wij ook uh, uh, de mensen uh, verwijzen naar de politie. Goran Sawic, secretaris van de parochie van de Heilige Sawa. Hij vond het spijtig dat de locatie veranderd is, maar laat zich niet afschrikken. Ik, ik blijf gewoon uh, uh, vrolijk uh, komen en, uh, en de diensten bijwonen. Want uh, ja, er zijn de vreedzame diensten en iedereen is natuurlijk welkom. En uh, ja, waarom dat zo is, ja, dat, uh, dat zal de tijd uh, uiteindelijk uitwijzen.